Een item over de winkeleigenaar die een beeld kan schetsen van de rol en het belang van haar of zijn winkel. Zeker in deze moeilijke tijden zijn er heel wat zaken die het moeilijk hebben. Of niet? Kijk, dit is mijn zaak van belang. Ik ben in 1954 geboren en in 1970, dus 16 jaar later, ben ik bij mijn vader in de zaak gekomen. En eigenlijk mijn hele leven lang zit ik daar nu al erg leuk om te doen. Het is een groenteboer, dat is niet een beroep, maar meer een roeping, zeg ik altijd. Daar komt heel veel bij kijken, maar het is ook heel erg leuk om te doen. De concurrentie in mijn branche is enorm groot. Vroeger kwam de concurrentie vooral van mede-collega's die een groentezaak hadden. Maar die zijn er natuurlijk steeds minder. Dat is juist meer collega's van je geworden. De concurrentie komt vooral van de supermarkt af. De supermarkt die doet enorm veel in groenten en fruit tegenwoordig. Daar proberen ze ook de mensen mee binnen te lokken. Wij moeten ook niet willen proberen om met de supermarkt te concurreren. Wij moeten gewoon uitdragen dat wij specialisten zijn. En dat de mensen bij ons gewoon een goed stuk groenten en fruit kunnen hebben. Niet goed, maar super zelfs. En dat we de mensen kunnen voorlichten, dat ze leuk bediend worden. En dat zijn onze krachten tegenover de supermarkt. Nou, 52 jaar geleden is mijn vader hier begonnen. Hij kwam toen vanaf de Veurse Straatweg, daar woonde hij en daar had hij een paard en wagen. Op een gegeven moment kwam dan de tijd dat hij wilde verhuizen en toen was de mogelijkheid om hier deze zaken over te nemen van de familie Wensveen toen. Dat heeft hij gedaan en dan hebben we tot 16 jaar geleden hebben we hier gezeten. En toen zijn we eigenlijk verhuisd naar het Nieuwedamplein, dat zou toen geopend worden. Wij waren de eerste samen met Scholten en de toenmalige EDA supermarkt. Vroeger, tot zo'n 10 jaar geleden, kochten we zelf op de veiling. Het was ook heel erg interessant. Ging mijn vader 's morgens naar de veiling in Bleiswijk en later in Gouda. Alleen is dat de loop der jaren allemaal minder geworden. Het werd veel te duur om het te kunnen kopen. Wilden we daar kopen, dan moest je €10.000 per jaar betalen om alleen maar te kunnen kopen. En daar waren we gewoon te klein voor. In de loop der jaren is dat allemaal een beetje veranderd. Wij gaan nu iedere morgen naar het voorpark. Vroeger gingen we dan altijd naar Den Haag, bij de markt. En sinds een jaar of 15 denk ik, misschien wel langer, komen we in het voorpark. Er zitten nog een stuk of 6 oude grossiers waar we al jaren komen. En daar zoeken we 's morgens echt onze handel uit. We hebben wel in de loop der jaren geleerd dat je moet je handel zien en ruiken. Dat je loopt op de markt, je kijkt, kan je het bij de een niet vinden, dan ga je naar de overkant en dan zoek je het daar op. Dat is gewoon, de ene is sterk in de groente, de andere is sterk in het fruit. Zeven jaar geleden ben ik Prins Carnaval geweest, samen met mijn dochter, die was de page. Ik heb daarna 6 jaar in het bestuur gezeten, hele erg leuke tijd gehad. Maar je loopt naar de 60 toe en dan is het ook, wordt het tijd voor iets anders. Maar op een gegeven moment dan heb je toch van, nou, het is wel mooi geweest zo en we gaan onze pijlen verleggen. Eind van het seizoen zijn we dus gestopt met het carnaval, hele leuke periode afgesloten. En toen kwam wat nieuws op ons pad, we zijn gaan fietsen. We hebben ons ingezet voor het goede doel, samen eigenlijk met 3 andere ondernemers uit het centrum, met Peter Verbeek en met Kees de Jeu. We zijn gaan fietsen voor het kankerfonds. We hebben als doel gekozen de Mont Ventoux, een enorme uitdaging voor ons. Dat was een klim eigenlijk voor ons bovenmenselijk, maar we hebben er een jaar lang naartoe geleefd. We hebben enorm hard getraind en dat is een deel van ons leven gaan worden. We hebben afgelopen september hebben we die inderdaad gereden. Kees moest helaas afzeggen omdat het net in de weekend viel ook van de Vliedagen. Maar Peter en ik hebben hem gereden en we hebben het gered. Het is een enorm zware beproeving geweest, maar de ontknoping was eigenlijk gigantisch. En, nou, sinds een jaar of wat geleden heeft natuurlijk het internet zijn intrede gedaan. Facebook, Twitter
En het is ook steeds belangrijker voor de zaak geworden. Voor de zaak hebben wij een eigen Facebookpagina, demaaltijdchef.nl en ook vanrijnculinair.nl. Daar zetten we regelmatig hele leuke dingen op, veel foto's erbij. En als er iets mooi is om natuurlijk te laten zien, zijn het foto's van mooie maaltijden, van mooi fruit en dergelijke. En je merkt gewoon dat je enorm breed bereik hebt van mensen die aan je gelinkt zijn. Twitterberichten zijn ook heel erg belangrijk. We proberen toch per week minimaal 5-6 Twitterberichten te doen. Moet je ook niet te veel te doen, want dan worden de mensen overspoeld. Sinds vorige week dinsdag is officieel het ondernemersfonds voor de winkeliersvereniging van kracht geworden. Binnenkort wordt het convenant getekend en het is gewoon een enorm stimulans voor alle winkeliers in het Damcentrum. Dat we nu eindelijk met z'n allen ervoor kunnen gaan zorgen dat het supermooie winkeliers wat we hier hebben gewoon op de kaart gezet gaat worden. Zonder dat ondernemersfonds was dat gewoon eigenlijk niet mogelijk. Het budget was te weinig en nu krijgen we gewoon een mooi breed budget waar we gewoon hele mooie dingen mee kunnen gaan doen. Voor ons sowieso vinden we het onwijs leuk om te koken. Het is een hobby van ons en we doen het graag. Dus op die manier is het gewoon heel erg leuk en goed vol te houden. Enorm veel oudere klanten. Dat is ook echt onze doelgroep tegenwoordig. Zeker voor de maaltijden. De mensen die in een aanleunwoning wonen, die niet zelf meer mogen koken, maar die toch een lekkere verse maaltijd willen eten, die kunnen bij ons heel goed terecht. Zoals die nu bestaat, of ja, eigenlijk van een enkele jaar geleden, zal die zeker over 5 jaar niet meer bestaan. De groentezaak die verandert steeds meer met zijn tijd mee. De maaltijden, de salades en dergelijke worden steeds belangrijker voor de zaak. Het enige waar je mee kan winnen tegenover de supermarkt is de kwaliteit waar je mee werkt. En het kunnen onderscheiden met je maaltijden. Dat is echt iets van jou. Daar kan je mee scoren. En een gewone kop sla, dat wordt steeds moeilijker. De supermarkt koopt de kop sla bij dezelfde tuinder als dat wij hem kopen, bij wijze van spreken. Dat is gewoon een heel erg moeilijk verhaal. Er zijn perioden dat ik op een dag nog ineens 2 kilo andijvie verkoop, maar bij wijze van spreken wel 10 kilo stamppot andijvie.